De Costa del Sol is een prachtige plek in zonnig Spanje. Maar er is een duistere kant aan verbonden. Een zeer duistere kant. 'S Werelds grootste criminelen verbleven hier, toonden hun rijkdom en genoten van de zon. Maar toen begon het allemaal. Er brak een vete uit en jarenlang vonden de meest tragische gebeurtenissen plaats. Niemand was veilig. Zelfs niet een van de bekendste figuren in de Costa del Sol. Zijn naam was Marco. En hij was een hardwerkende en zeer succesvolle zakenman. Maar was dat alles wat er over hem te zeggen was? Slechts een onschuldige zakenman? Hoe raakte deze onschuldige zakenman dan betrokken bij een van de grootste kartels ter wereld? Dit is het intrigerende verhaal van Abdelhadi Marco Yakut, de koning van Marbella. Abdelhadi Marco Yakut is geboren in 1969. Hij is geboren en getogen in de kleine Marokkaanse stad Curipca, dat zich op een uurrijden van Casablanca bevindt. In de jaren 80 verhuisde hij, zijn ouders en zijn broers en zussen naar Spanje. Hij studeerde bedrijfseconomie en streefde ernaar om in de toekomst een eigen bedrijf te hebben. Zijn Marokkaanse naam was enigszins moeilijk uit te spreken voor Spaanse mensen. Dus besloot hij zijn naam te veranderen in Marco. Na het voltooien van zijn studie en het aannemen van zijn nieuwe naam, was hij klaar om de Costa del Sol te veroveren. Hij begon als ober, maar kort na de eeuwwisseling opende hij al zijn eigen bar. In de loop der jaren bezat Marco verschillende bars, restaurants, nachtclubs en lounges. Allemaal gelegen aan de Golden Mile. De Golden Mile is een gebied langs de kust van Marbella. Hier bevinden zich de meest luxueuze restaurants, hotels en bars, wat veel vermogende mensen aantrekt. Marco heeft goede connecties. Een deel van zijn etablissementen is samen met de Engelsman Wayne Lineker, de broer van voetballer Gary Lineker. Wayne is ook een welgestelde man, met veel restaurants en bars verspreid over heel Europa. Marco beheerde twee van zijn strandbars in Marbella, het Portside Café en de Tibou. Als je eerder op de Golden Mile bent geweest, is het zeer waarschijnlijk dat je een van Marco's bars of restaurants hebt bezocht. Maar waren restaurants en bars de enige manier waarop Marco zijn geld verdiende? Of waren er ook andere zaken? De kleine buurt Las Petunias in de Zuid-Spaanse stad San Pedro de Alcántara is een van de duurste en luxueuze buurten, gelegen in de buurt van Marbella en Puerto Banús. Het is een gebied waar je de mooiste villa's zult zien en meteen zult weten dat je serieus geld nodig hebt om daar te kunnen wonen. Marco was een van de mensen die daar woonden. Op 21 januari 2019, iets voor 3:30 s'nachts, arriveerde Marco bij zijn huis. Marco reed in een zwarte Bentley cabrio met Britse kentekenplaten. Een interessant detail is dat de Bentley zelf ook in Britse configuratie was, dus het stuur zat aan de rechterkant. Zonder te weten wat er stond te gebeuren, parkeerde Marco zijn auto en was klaar om uit te stappen. Voordat hij dat kon doen, rende er echter iemand die zich achter een vuilniscontainer had verstopt, plotseling naar hem toe. In enkele seconden loste deze man meer dan 20 schoten, waarvan er 14 Marco raakten. Marco probeerde via de passagiersdeur aan de linkerkant uit zijn auto te komen. Maar alles ging te snel. Hij had absoluut geen kans. De man rende weg naar een Volkswagen Golf die verderop in de stad gereed stond en ontvluchtte de plaats van het incident. Enige tijd later werd de Golf uitgebrand aangetroffen in Benahavís. Een omstander die getuige was van het incident belde onmiddellijk de hulpdiensten. Maar bij aankomst werd al snel geconcludeerd dat het al te laat was. Marco was slechts 49 jaar oud. Hij was een van de bekendste gezichten in de omgeving rond Marbella. Na de gebeurtenissen op 21 januari 2019 probeerde de politie erachter te komen wat het motief hiervoor zou kunnen zijn en wie erachter zat. Er ontstonden meteen veel verhalen over waarom dit met Marco was gebeurd en wie het had gedaan. Maar wat was de waarheid? Leidde Marco een soort dubbel leven? De Spaanse politie onderzocht onmiddellijk Marco's telefoongesprekken en zijn beveiligingscamera's. Er was niets dat wees op verdachten of iets ongewoons. Na zijn overlijden doken Spaanse nieuwsbronnen in zijn leven en onthulden interessante informatie. Ze melden dat Marco als hoofdverdachte was genoemd in een drugsonderzoek in de Marokkaanse stad Oujda. Voor velen die hem kenden van een van zijn etablissementen kwam dit als een absolute schok. Ze kenden hem allemaal als een zeer succesvolle zakenman. Iemand met passie voor al zijn zaken. Hij was vaak te vinden in een van zijn bars of restaurants om met zijn klanten te kletsen. Marco wist hoe belangrijk het was om de rijken en beroemdheden als vrienden te hebben. En hij deed er altijd alles aan om hen een VIP-ervaring te bieden. Kort na het incident werd Marco eind januari 2019 begraven in Curipca, Marokko.
In de daaropvolgende dagen en weken werd zijn schijnbare dubbelleven onthuld. Marco zou Marokkaanse en Spaanse politici hebben geholpen om vastgoedtransacties te doen. Deze transacties zouden gefinancierd zijn met miljoenen zwart geld volgens de Moroccan Times. De Spaanse politie bracht nog meer interessante informatie naar buiten. Volgens hen was Marco betrokken bij de drugshandel met criminelen uit heel Europa. Criminelen uit Spanje, Nederland, Frankrijk en zelfs Ierland hadden banden met Marco. Onthoud de Ierse connectie. Dit is iets waar we later op terugkomen. Met zijn uitgebreide netwerk kon Marco niet alleen de juiste mensen met elkaar in contact brengen. Hij kon er ook winst uithalen door mensen te helpen hun geld wit te wassen. En hij investeerde zelfs in drugstransporten. De Ierse media wisten het zeker. Marco was een van de belangrijkste witwassers voor niemand minder dan het Kinahan-kartel. Eind januari maakten ze er voorpagina nieuws van. Kinahan playboy Marco geliquideerd. Nou was het zo dat Daniel Kinahan en een flink aantal van zijn handlangers en partners veel tijd doorbrachten in Marbella. Of er zelfs woonden. Dus het is zeer goed mogelijk dat hij Marco kende. Om deze verdenking te versterken, onderzocht de Spaanse politie zelfs of Daniel Kinahan mogelijk de opdracht had gegeven voor de aanslag op Marco. Maar dat onderzoek duurde niet lang. Daniel had niets te maken met wat er direct met Marco gebeurde. Maar misschien wel indirect. Let op, want hier wordt het interessant. Uiteindelijk onthulde het politieonderzoek dat ze nauwe zakenpartners waren. Marco waste een enorm bedrag aan geld voor de Kinahans via zijn zaken in Marbella. Een bron in Dublin zegt precies te weten waarom Marco is geëlimineerd. Volgens hem zat de groep van Samir Scarface achter de aanslag. Laat me uitleggen wat de bron in Dublin zei. We moeten 5 jaar teruggaan naar augustus 2014. Samir Scarface, een Marokkaan uit Amsterdam, werd geliquideerd in een café genaamd All in One in Benahavís, Spanje. Samir was destijds een van de grootste spelers in Europa. In het café had hij een ontmoeting met andere Marokkaanse criminelen uit Amsterdam, Novel F en Najib Himish. Er bestond verdenking dat deze twee betrokken waren bij de aanslag op Samir Scarface in opdracht van iemand die groter was dan zij. En die man werd verondersteld Rico de Chileen te zijn, die op zijn beurt een vertrouweling, partner en een van de belangrijkste leveranciers van cocaïne voor de Kinahans was. Kort na het incident werd Novel ook een handlanger van de Kinahans. Toeval? Of was dit een opdracht die ze moesten vervullen om deel uit te maken van het Kinahan-kartel? Wat denk jij? Terugkomend op het overlijden van Marco, zegt de bron dat dit een vergelding was voor wat er met Samir was gebeurd. In 2019 woonden alle Kinahans en de meeste van hun handlangers al in Dubai, waardoor Marco als een van de weinigen overbleef in Marbella. Het is de vraag of dit gerucht waar is. We zullen het waarschijnlijk nooit zeker weten. Toch moeten we het volgende in gedachten houden. Er zit 5 jaar tussen het overlijden van Samir en het einde van Marco. Wraak in de onderwereld duurt meestal geen 5 jaar. Zeker niet als het gaat om een belangrijke leider als Samir. Vergelding komt meestal veel sneller en is vaak gericht op mensen hoger in een organisatie. Het is dus moeilijk om aan te nemen dat Marco aan zijn einde kwam door Samir Scarface. Dat was overigens niet het enige waarover werd gespeculeerd. In 2019 was er een serieuze vete aan de gang aan de Costa del Sol. In dit gerucht speelt Daniel Kinahan opnieuw een belangrijke rol. Bovendien is dit gerucht veel logischer dan de andere speculaties die de ronde deden. In 2017 probeerden Russische huurmoordenaars een aanslag te plegen op een van Daniel Kinahan's financiële mannen in Portugal. Het mislukte. Maar dit veroorzaakte veel paniek binnen het Kinahan-kartel en velen van hen kozen ervoor om naar Dubai te verhuizen in de hoop aan verder geweld te ontsnappen. Dit liet Marco plotseling alleen achter in Marbella, zonder de mankracht van de Kinahans achter zich. Met de vete in de Costa del Sol, die volledig uit de hand liep, was niemand veilig. Iedereen die ook maar een beetje geallieerd was aan iemand die betrokken was bij de vete, kon op elk moment zonder waarschuwing worden geliquideerd. En in dit geval zou dat ook met Marco zijn gebeurd. Marco Yakut werd beschouwd als de koning van Marbella. Op een bepaald moment leek zijn leven gevuld met succes en kon niets hem deren. Hij was bevriend met de rijkste mensen die allemaal een geweldige tijd hadden in een van zijn vele zaken aan de Golden Mile. Sommige van die mensen waren echter enkele van de grootste criminelen in Europa. Vooral zijn vriendschap met de Kinahans zou de reden kunnen zijn dat hij er niet meer is. Na een jaar, in 2020, werden uiteindelijk 6 personen gearresteerd voor de aanslag op Marco. 4 van hen waren eigenlijk onderweg om nog een aanslag te plegen.
De andere twee verdachten werden in Nederland gearresteerd. Alle zes maakten deel uit van een hitcommando uit Nederland. Dit commando kon worden ingehuurd en zou, zonder vragen te stellen, met iedereen afrekenen. Meer over hen in een latere video.